Ja, een hele goede morgen. Daar zijn we weer met het uitleggen hoe we kombucha maken. Nou, en in de beginnen gaan we gewoon thee zetten. En in dit geval hebben we groene thee. Dus ik heb een beetje water opgezet. Even kijken. Ja, hier staat het panelletje met de water, het water. En we hebben hier groene thee uit Taiwan. En die gaan we dan zo, als het water weer is afgekoeld, het moet niet te heet zijn, dus gaan de goede stoffen er weer uit. Dan gaan we dit in het pannetje doen. Okidokie. Want ons eindproduct, ik zal het nog even laten zien. Ons eindproduct, dat is de kombucha die hier lekker staat te fermenteren. Kristalletjes erbij. Het lijken net vier barbapapa's. Die grove bollen. Dus hier staan allemaal lekker te fermenteren. Scoobies. Op deze mooie dag. Dus ik zie je straks later in de take 2. Joehoe. Oké. Ja, hele goede morgen. Hier zijn we weer. En we gingen kombucha maken. En wat was kombucha ook alweer? Dat is een probiotica. En probiotica, dat is goed voor de darmen. Dat is dus een bioflora die je in je darmen hebt. En een probiotica, die stimuleert dus die bioflora en is goed. En een antibiotica, die maakt dat stuk. Dus die bioflora. Dus dan moet je dat allemaal weer gaan opbouwen. Oké, hoe ga je die darmflora nou opbouwen? Dan kun je kombucha gaan drinken. En kombucha kun je zelf maken. Dus dit is ja de mother bottle, noem ik het altijd maar. Hier heb ik dus deels gefermenteerde kombucha in. En soms wat ja, 100% vruchtensap. En als ik dan anabol, even kijken, aerobic, anabonic, of... Wat is het ook alweer? Aerobic. En, nou ja, zonder lucht dus. Ik weet het niet meer precies. Afsluit. Dan krijg je die prikkel. Die frenziness. This is the mother bottle. Maar voordat we zover zijn, dan gaan we eerst gewoon water op koken. Dus tot 100 graden. En dan laat ik het even afkoelen. En dan doe ik er groene thee in. En ik had groene thee uit Vietnam gedaan, maar je kan ook gewoon bruine thee doen. Dit is dan uit Vietnam. Het heeft een handgeplukte bergdorp vrouwtje voor mij gedaan. En het ruikt echt heel lekker. Het is ook een beetje een upper, hè? Net als in Brazilië en Argentinië heb je mate. Dat is ook zo'n, ja, zo'n blad. Niet als coca, maar het geeft wel een soort upper feeling en ook dat je geen honger hebt. Voor de afslankers onder ons groene thee. En je kan natuurlijk ook de bladeren gebruiken van een hele welbekende plant in Nederland, de cannabis. Yes. Dus hier heb ik water in gekookt. Dat koelt af. En dan is het ongeveer 80 graden. Dan doe ik dus die groene thee erbij. En dan, als het is getrokken, meestal laat ik het overnacht, hè, een nachtje staan. En dan, ja, hier is nog maar een restje. Als je hem helemaal vol doet, dan kan je hem de volgende dag opgieten bij de kombucha, bij de zwam. En dan haal je die blaadjes eruit, die zeef je weg. En dat ga ik je zo laten zien. Oké. Okay. Jee, een hele goede morgen. Hier zijn we weer. En ik ga jullie even laten zien hoe we de groene thee opschenken bij de kombucha. Even kijken. Hier staat de kombucha. Dus hier zit de scooby in. En ja, dat ziet er misschien een beetje raar uit. Maar dat komt omdat ik veel bruine suiker gebruikt heb. Anders blijft de scooby meestal wel wit van kleur. Zou ik ook een keer laten zien. En ja, ik gebruik vaak groene thee. Dus ik heb hier gemberthee. En hier is de groene thee uit Vietnam. Ga ik even opschieten, opgieten.
met zeefje. Ja. En dan niet helemaal vol doen, want daarna doe ik er nog wat suiker bij. Dat los ik eerst even op in heet water. Dus dan doe ik ongeveer tot hier suiker. En dan oplossen in heet water. En dan af laten koelen en dan erbij schenken. Yes. No frenziness. All right. Cheers. Oh. Mm.